Ik ben altijd vreselijk jaloers op dieren die kunnen vliegen. En dan heb je natuurlijk op de eerste plaats vogels, maar er zijn ook vliegende honden, er zijn vleermuizen en dan de insecten. Van al deze dieren die kunnen vliegen, heb ik een bepaalde voorkeur voor de vlinder. En als je dan kijkt naar de anatomie van zo'n vlinder, dan zie je dus gewoon dat die vleugels en die poten, dat het allemaal bij elkaar komt aan een heel klein stukje van het lichaam, de borst. En die compactheid, dat al die krachten die op die vlinder spelen bij dat vliegen, dat het samenkomt in één punt, dat vind ik interessant. En dat was het trekpunt voor het ontwerp Farfalla, in het Italiaans voor vlinder. Het principe is dat alle elementen van de stoel samenkomen in één punt. De basis wordt gevormd door twee houten elementen die het onderstel vormen. Het zit- en ruggedeelte bestaat uit vier elementen van gebogen staalplaat. Alles komt samen in één knooppunt. De stukken staalplaat worden bekleed met geprint tapijt. Net zoals vlinders kan de bekleding in alle kleuren en vormen geprint worden. Hier zijn een paar voorbeelden. Hier is een voorbeeld van een bekleding die in opdracht geprint is. Vertrekpunt was een bepaalde struik in de tuin die ik gefotografeerd heb. Dat is later op de computer bewerkt tot deze bekleding. Opdrachtgeefster was in haar nopjes met de stoel. Ze schreef een fantastische brief. Nou, van hier een fragment. Hij verschaf mij middels zijn in oud roze tot fuchsia uitgevoerde vleugels zitgenoot van ongekende menselijkheid. Waar ik voorheen altijd neerplofte, ga ik nu in hem zitten. Zitten waarbij lijf en leden tegelijk op hun plaats vallen. En als apotheose, mijn rug. Mijn o zo gekwelde rug, zo op de proef gesteld door een mega werkzaam leven. De stoel werd geëxposeerd in het kunstcentrum in Haarlem, in het Cube Design Museum in Kerkrade en Museum Dassenboer in Luik. Er zijn in totaal 4 exemplaren van gemaakt. Er zijn ook al gesprekken geweest met de fabrikant, dus wie weet zullen er ooit meer komen. Mijn volgende verhaal gaat over een totaal andere benadering van het ontwerp. Dat gaat over hoe een stoel uit een lijn kan ontstaan. Je hoort van.